een instrument om muziek te maken. En bij Merlijn is dat net andersom. Die gebruikt muziek als instrument. Als instrument om mensen bij elkaar te brengen. Doet hij onder andere in vluchtelingenkampen, zigeunerghetto's, de favela van Rio de Janeiro of Oost-Jeruzalem. Bijvoorbeeld daar. Hij gaat ons eerst even laten ervaren wat hij dan eigenlijk doet. En daarna gaat hij zijn Pecha Kucha presentatie houden. Applaus voor Merlijn Twaalfhoven. Dankjewel, goedenavond. Ik vertelde al, ik ben muzikant. Ik ging naar het conservatorium om componist te worden. En kijk, daar sta ik. Dat is toch wel het moment. In de grote zaal van het concertgebouw. Spotlightje erop. Het groot omroepkoor. Muisstille zaal. En dan die klank. Al die geschoolde stemmen. Zoete harmonieën. En dat mag je dan zo meevoeren de zaal in. Maar ik merkte, ik kon eigenlijk zelf niet zo goed stilzitten. En dat hele idee van het publiek op stoeltjes, dat zat me niet lekker. Dus ik liet het publiek rondlopen. Op een gegeven moment blinddoekte ik het publiek. En zette ik de muzikanten eromheen. Of zelfs er tussendoor. En dat was een totaal andere ervaring. Of ik zette muzikanten die in het verkeersgeruis gewoon in de stad hun muziek lieten overvloeien. Nou, eigenlijk met het dagelijks leven. En muziek gaat net zo goed over klank als over ruimte. Je kunt door muziek ervaren waar je bent. En ja, op wat voor plek je bent. En ik ging op reis en in vele manieren maakte ik met muziek ontmoetingen. Ik bracht mensen bij elkaar, maar ik kwam ook grenzen tegen. En in Cyprus, waar Turken en Grieken letterlijk gescheiden zijn van de grens, zette ik muzikanten op de daken om toch zo die grens te doorbreken. Want muziek kan door de lucht en is vrij. En ik ben naar vluchtelingenkampen gereisd. Ik zag daar wat het gevaar jonge mensen lopen om door de wanhoop gegrepen te worden. Om de uitzichtloosheid. Dat gaat onder je huid zitten. En met muziek kun je stem geven aan de kracht van jezelf. Je kunt je uiten. Je kunt laten horen wie je bent. Ik maakte workshops voor talloze kinderen, Syrische vluchtelingen in Jordanië. Het was op een gegeven moment ongelooflijk wat we konden doen. Hoe kinderen die door de oorlog getraumatiseerd waren, eigenlijk niet meer spraken, door muziek ineens weer echt tot leven kwamen. Nou, het was tegelijkertijd ook een moment van een enorme confrontatie. Er waren duizenden kinderen die ik niet kon bereiken. Als je naar de vluchtelingenkampen gaat, dat is echt immens. Dus ik was me heel erg bewust van de kracht van muziek enerzijds en de onmacht aan de andere kant om echt aan dat soort problemen iets te doen. Nou, ik vond onlangs een plakboek. Dat maakte ik in 1984. Er waren allerlei knipsels. Het ging over Greenpeace, over atoomproeven, walvisjacht. De wereld zat vol gevaar, maar het waren wel gevaren met een duidelijk gezicht. Het was de tijd van de Koude Oorlog. De tijd van dreigingen die heel duidelijk er waren. Ik geloof, als dit een dreiging is, stel dat de buitenaardse wezens iets voor elkaar hebben gekomen en het klimaat gaan opwarmen en het menselijk ras met uitsterven laten bedreigen, dat we met z'n allen prima in actie komen om die aliens samen te bestrijden. Maar dat gebeurt niet. We zijn onzeker. Er is geen duidelijke dreiging. Het zit overal. Je weet niet waar het heen gaat. Wie de schuld heeft van de klimaatverandering of wat er gebeurt met de ongelijkheid, wat de technologie doet. We laten gewoon onze telefoon een update installeren. En daarmee geven we ons over aan een toekomst, aan een onzekerheid. Deze vraag wil ik stellen. Voor onzekerheid, om onzekerheidsvaardig te worden, heb je een kunstenaarsmindset nodig. Want wat kan een kunstenaar? Die kan met die onzekerheid, met het niet weten, omgaan. Die kan een voorstelling maken van iets dat je niet in woorden kan uitdrukken. Schoonheid vinden in dingen die ongrijpbaar zijn. Maar een kunstenaar kan ook spelen. Spelen, dingen testen, dingen proberen, dingen uitdagen, provoceren. Je kunt in die zin gewoon de wereld als het ware een beetje gaan uitdagen en proeven. Ik heb de Turn Club opgericht om iedereen met een kunstenaarsmindset samen te brengen. Te kijken hoe we in de samenleving anders om kunnen gaan met onzekerheid.
hoe we houvast kunnen geven. Door middel van verbeeldingskracht, door schoonheid en door spel. En dit zijn een aantal van de leden. Er zijn meer dan 200 mensen. En daar zijn kunstenaars bij. Er zijn ook mensen die op hele andere plekken werken. Maar die wel weten dat normaal, rationeel problemen oplossen niet genoeg is voor deze wereld. We moeten ontmoeten. En daar kan kunst iets in betekenen. Als je ineens niet meer moet, en je moet niet scoren, je moet niet presteren, geen succes meer hebben, maar er is ruimte voor onderzoek, dan kun je een relatie bouwen met het onbekende. Kunstenaars brengen niet zomaar een oplossing. Kunstenaars stellen andere vragen. In plaats van een vraagstuk op te lossen, maken ze de vraagstuk. En kijken ze wat er vaak achter zit. Er zijn een tal van problemen die eigenlijk hele andere problemen zijn. En om die te vinden, dan ben je eigenlijk al een heel eind richting een oplossing. Kijk, dit is de plek die jij heel graag aan kunst geven. Namelijk ergens waar je er geen last van hebt. Leuk om misschien naar te kijken. Je hoeft er niks mee, maar het is ook een plekje waar je eigenlijk ook niks anders mee kunt. Zeg je kunstenaar. Hier, kun je wat mee. Ik geloof, als wij onze kunstenaarsmindset outsourcen, dat is net als je lichaamsbeweging overlaten aan je hond. En dat is een misverstand, dat is tragisch. Net als je liefde over te laten aan een robot, die het met een andere robot doet. Dat is doodzonde. Deze mindset, de kunstenaarsmindset, is een bron, een goudmijn van ja, mogelijkheden die we nu niet kunnen weten, maar die we wel keihard nodig gaan hebben voor een toekomst die nu ongrijpbaar is. En als jij op een plek werkt of leeft, als jij te maken hebt met ja, omslag, met verandering, met onzekerheid, en je hebt in je team of in je omgeving niet die kunstenaarsmindset bij je, dan heb je ons keihard nodig. Dus, nou, ik hoop je te ontmoeten en ik hoop dat de Turnclub ook in Veenendaal van start kan gaan. Dankjewel.